dit moment lijkt het alsof je niet zo hard werkt, Celine. Ja. Oh wel? Ja, die onderhaar kan je wel laten zitten. Een matje. Celine heeft net een merendeel van je. Hoe vond je dat niet om papa's haar op te scheren? Hoppie leuk. Ik ben zeg maar zo moe en ik heb even gemaakt en ik geniet er zo van om even helemaal niks te doen. Ik was serie aan het kijken, maar ja, obviously ben ik weer. In slaap gevallen. Yup, ik ben weer eens in slaap gevallen. Alleen ik moet dus echt tot 12 uur wakker blijven, of tenminste hier 11 uur gelukkig. Ja, want opie is jarig morgen. Want Max is En dan. En wie is er dan jarig? Bella. Wie is er dan jarig? Bella. Nee! Zijn nu het goede antwoord. Wie is er dan jarig? Ik. Ik ga dus even mijn wekker zetten. Ik ga mijn wekker zetten. Oh. Nee, hier 11 uur, want hier is het een uur later. En dan ga ik Max facetimen en ik hoop dat hij opneemt, want hij is met vrienden en hij wordt echt 18. Dus het is een beetje niet leuk dat we erbij zijn, maar goed. Ik ga even verder serie kijken en dan ga ik Max zo facetimen. Oké, ik was totaal niet goed bezig, want het is hier natuurlijk een... Oh, wow. Hij valt uit. Het is hier natuurlijk een uur later. Dat betekent dat om 1 uur, dan is het om 12 uur hier. Dan is het hier 1 uur. En dit vind ik zo raar elke keer. Als ik mijn camera dan krijg, dan is echt een knipperlichtje of zo. Ik zag dit laatst ook al. Het is lekker warm. Koud. Wij zitten dus te wachten. Buiten. Opneemt. Jawel, want ik ken Max. Misschien als die dan overneemt, is het 12 uur. Kijk, het is niet 12 uur. Even om verwarring te voorkomen. Ik hoop dat jullie mij zo horen, maar het laatste wat jullie hebben gezien is dat mijn broertje jarig was. We hebben eigenlijk vandaag Jozef vrij en we hebben gewoon, we zijn gewoon met z'n drieën gewoon, hebben we gewoon even rust genomen. We hadden echt gewoon een familiedag, dus vandaar dat ik niet heb gevlogd of dat ik niet heb gefilmd. En toen om 12 uur was Celine natuurlijk jarig. Toen hebben we een toast gedaan en een muziekje opgezet en zo. En daarna moest ze dus gaan slapen voor mij, want ik had dus andere plannen. Maar ja, mijn kind viel maar niet in slaap. Ik ben dus zo moe. Vandaar dat ik er dus zo uitzie. Ik ben helemaal kapot. Het is nu 2:50 en ze slaapt hier pas. Het appartement is niet zo groot, dus vandaar. Ik ben nu in de badkamer. Want ik heb dus 28 ballonnen die ik dus wil opblazen voor haar. Dat als ze wakker wordt in de ochtend, dat ze toch cadeautjes ziet en ballonnen. Omdat het natuurlijk niet, ja, we vieren haar verjaardag niet. Want we zijn gewoon met z'n drieën, wat ook heel fijn is. Maar vorig jaar hadden we echt helemaal een zaal met een speeltuin afgehuurd en zo. En nu is het gewoon ons drieën. Maar ik wil haar in ieder geval wel echt jarig laten voelen. Dus ik ga nu in mijn eentje, want Joost moet gewoon morgen trainen. Dus dat kan ik niet van hem verwachten. Ik ga nu in mijn eentje om 2:50. Ik hoop echt dat jullie mij verstaan.
Maar ik kan echt niet te hard doen, want als ze nu wakker wordt, is echt de hele verrassing verpest. Maar goed, ik ga dus nu in mijn eentje. Ik heb volgens mij 28 ballonnen volgens mij gekocht en zo'n grote 7 opblazen. En die ga ik dan klaarzetten. Waar? In de woonkamer. Hey, je stelt me teleur, want dit is echt bedrog. Dit is het eruit. Ik ben een beetje lelijk. Oh my god, ik hoop zo erg dat ze niet wakker worden. Dit maakt zo'n intense herrie. Het is gewoon zo onwerkelijk dat ze alweer 7 is. Het is echt bizar. Het zat gewoon in groep 4. Het is echt... Oké, ik ga nu alles klaarleggen in de woonkamer. En ik denk dus dat ik mijn wekker ga zetten, want ik wil echt haar filmen. Tenminste, ik wil echt haar lach zien als ze wakker wordt. Als ze dit allemaal ziet. Dus ik moet eerder wakker zijn dan haar. Ik ga even nu... Het is inmiddels... 3:10. Ik ben echt zo moe. Ik voel me echt niet lekker, maar het is niet erg. We gaan het doen. Ik ga nu even alles klaarleggen in de woonkamer. Laat ik jullie zien hoe het eruit ziet. Oké, ik ga slapen. Het is nu 3:00. Ik denk dat ik mijn wekker om 10:00 zet, aangezien Celine altijd super laat wakker wordt. Maar ja, misschien nu dan niet. Ik zet hem al 9:00 voor de zekerheid. En dan ga ik kijken hoe ze reageren morgen. Ik ben benieuwd. Goedemorgen, jarige Joppie. Goedemorgen. I love you. I love you. Wat zei je? Ik zei I love you. I love you. Heb je lekker geslapen? Nou, het zou ook wel moeten, want het is 11:30. Niet te doen weer. Ik heb een kindje die uitslaapt. Ik weet niet eens wat dit is, maar ik weet dat jij dit leuk vond. Ja. Hey, wij gaan even uit eten.
Ik ga serieus met een staart naar buiten. Ik heb dit nog nooit gedaan. Niemand heeft mij ooit zo gezien naar buiten. Maar goed. Wij gaan nu het eten en... Top, gelijk buiten adem. Er waren 110 treders. Top. Ja. We hebben hier serieus nog een videotheek. Wat is een videotheek? Nou, dat zou je niet geloven, Celine. Snoep. Maar vroeger, luister eens. Vroeger kocht je die dvd's allemaal niet zelf. En dan kon je dus naar een videotheek gaan en dan kon je dus een video huren. Dat ken jij helemaal niet. Ik weet even niet meer hoe dat vroeger heette. Wat grappig. Dit heb je toch niet meer? Hoe heet dat dan in Schiedam? Kunnen wij hier de kinderen doen? Gewoon serieus, kan je hier dus nog filmpjes huren. Wat grappig. Heel apart. Ik ben dus helemaal vergeten. Dit was eigenlijk mijn pasta met vermalen en kip. En Joost had deze. En Celine. Now you're ready. Het is inmiddels 10:30. Mijn mama is nog steeds niet klaar met de edit. Ik ben serieus vanaf 3:00 denk ik in de middag bezig geweest. Toen ik mijn cadeautjes kreeg, ja, ging toen, jij editen. Ja, Lien heeft ondertussen al met Joost die klemgoe, of weet ik veel hoe het heet. Klemgoe. Goe is het, klemgoe. Klemgoe. Ze hebben allemaal soorten slijm gemaakt. Maak hem eens kijk, dit is ook slijm hierin. Dus hier zit ook slijm in. Maak je hem zo open. Het ziet er nu allemaal een beetje gek uit omdat ik hem schuin heb gedragen. Ik ben sindsdien probeer ik gewoon die video te online te krijgen. Ik wou hem dus om 5:00 online. En het is nu al, zoals je kan zien, 10:30. Het is heel frustrerend. Ik zit hier ook echt op de grond naast de router. Ik weet het allemaal niet meer. Ik, sorry. Het gaat niet om deze video, maar het gaat om een video dat Celine en ik mijn moeder gingen opmaken. Ja. Waarom verklap je dat nou? Omdat die al online staat als deze online gaat. Als het dus lukt. Dus ik moet even kijken hoe we dat allemaal gaan doen. En dan... Het is niet anders. Goedemorgen. Het is nu 11:00. Jullie wisten hoe ik er gisteren mee bezig was. En dit is nu de status. Helemaal lijp. Echt waar. In ieder geval komt hij wel vandaag online. Maar ik moet hier dus. Ik ben hier dus een dag bezig om iets online te zetten. Maar goed. Ik ga dat... Hoi mensjes, het is inmiddels al 3 dagen later. We hadden gewoon even tijd met z'n drieën genomen. Vandaar dat we niet hebben gefilmd. Het is alleen zo dat wij nu op het punt staan om naar de wedstrijd te gaan. Alleen, ik zie de sleutel nergens. En ik denk dat Joost die uit automatisme heeft gepakt. Maar ik durf de gok, ik weet niet zo goed wat ik moet doen, want als hij hem niet heeft gepakt, dan kunnen we het appartement niet meer in. Hij is echt nergens waar ik hem heb gehad. Kijk, Joost is echt heel netjes met zijn spullen. Echt heel netjes. En ik denk dat hij gewoon uit automatisme die sleutel heeft gepakt, want hij ligt echt niet op de plek. Dus, maar wat denk jij? Maar ik kan me eens niet voorstellen dat hij, dat hij die sleutel pakt. Dus of de gok nemen en weggaan zonder sleutel. En dan toch naar die wedstrijd kijken. Of niet gaan. Maar we hebben al geen enkele wedstrijd gezien, Annie.
Jij hebt ook niet de sleutel gepakt, hè? Wat was gepakt? Gaan we het doen? Oké, ja, we kunnen niet meer terug. Ik heb trouwens ook een van zijn truien aan. Want het is best wel warm. Het is best wel koud buiten. En ik wou niet mijn trui die ik morgen aan moet doen in het vliegveld aan. En jongens. Ik heb goed gegokt. Want Joost had de sleutel.